En de bond bij Huis Asiana heeft vandaag een spoedgesprek gevoerd met minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken. De werknemersorganisatie is uitgenodigd omdat het personeel van het tehuis vanaf gisteren in actie is. De werknemers zijn ontevreden over onder andere looncorrecties die al geruime tijd doorgevoerd moeten worden. Ronald Hooghart, voorzitter van de bond, zegt dat het gesprek positief is geweest. Hij stelt dat er licht in de tunnel is. De kwestie van die onkostenvergoeding, duidelijk hebben we besproken. En daarmee gaan we naar de minister van Financiën om het geld voor uitbetaling te zoeken. We hebben verder nog een aantal zaken besproken die we verder in deze maand gaan belichten en een oplossing voor zoeken. Ja. Wat zijn de aantal zaken, andere zaken die besproken zijn? Nou, het gaat om toelagen. Dus behalve vervoer onkostentoelagen, ook kledingtoelagen, wachttoelagen en dat soort zaken. Dus we willen een eind aanmaken aan de situatie zoals het is. Want er bestaat een missie van 2006, hetgeen nooit is uitgevoerd. Dus wij praten over de uitvoering daarvan. De situatie in het tehuis is echter nog niet helemaal genormaliseerd. Hooghart zegt dat de bond morgen alles zal rechttrekken. Ik heb het personeel nog niet gesproken. Ik moet de andere leiders daarover spreken nog. Maar de acties zijn opgeschort? Nou, dus de mensen zijn nog even ontevreden, maar ik denk dat we morgen de zaken rechtzetten. Ronald Hooghart, voorzitter van de bond bij Huizen Asiana. Hij heeft vandaag een spoedgesprek over de actie bij Asiana gevoerd met minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken.